even. André, dat kan niet. Weet je, wij wachten wel even daar. Kom naar Tas. André. We zullen heel stil zijn. Heel stil. Kom naar Tas. Niks hoor, maar het wordt nog echt tijd om je dochter te gaan halen. Ja, ja, want ze zit zo. Wat zeg je? Het gaat niet door. Nee. Nou, ik had wel even eerder mogen bellen, zeg. Ja, we hadden om 2 uur afgesproken, weet je nog? Ja, nee, ik ben nog even ergens. Maar ja, als ik wel op tijd was geweest, hè, dan had ik nu nog mensen zien wachten. Oké, dan bel dan maar als je klaar bent, ja? Oké, bye bye. Nou, blijf nog even. Zullen we gaan zitten? Nee, we gaan niet zitten. Nee, oh god, als ik ga zitten, hè, nou, dan komen alle emoties los. Hè. Zodra ik ga zitten, laat ik alles lopen. Dat had ik als kind al. Nou, dan blijf jij staan, dan ga ik zitten. Nee, wacht, luister, weet je wat we doen? Ja, ik zal er wel wegsturen. Was dat weer de bel, Karel? Je hoofd was weer, denk ik. Ik zal ze wel wegsturen, hè? God. Ja? Ik zal er wegsturen. Is het een vrouw? Nee. Ja, nee! Wegwijzen. Nee. Jongen, wat een klucht, zeg. Ik roep jullie wel als ik klaar ben. Dus ik stuur je weg en dan kom ik weer terug. Ja, André. Ja. Goedemiddag. Ik weet niet wat u komt doen, maar ik heb helaas heel weinig tijd. Ik kom een keertje misschien. Ik kom wel de flat bekijken. Ja. Ik zeg nog even niet wie ik ben, want dat is leuker voor u. Mijn vriendin die zou hier al zijn. Natas, wij zoeken woonruimte. Ja, dat kan wel, maar deze flat is niet de huur. En dit is toch nummer 44? Ja, maar nummer 44 is niet de huur. Natas is hier nu ook niet. Nee, ja, maar ik zal er even halen voor je. En dan ga je meteen direct de deur uit. Want dat moet gewoon. En waarom haat u zo? Mijn vrouw is een beetje ziek. En waarom moet u zacht praten? Ja, zo ligt op sterven. Op sterven? Dat is heel erg, ja. Ik zal nu met de deur halen. Nee, maar dan kunnen jullie meteen wegbetrekken. Want anders krijg ik ook nog een hartartikel en heb ik nu 2 slachtoffers. Ik ken deze flat. Nee, dat kan niet hoor. Nee, dat kan niet. Jawel, hier woont een man die getrouwd was met een naturiste. En hij ging van de scheiding en ze lag ook op sterven. Dat heb ik je toch verteld? Deze flat? Ja, nee, dat kan echt jawel, niet hoor. 100% zeker. Dat kan toch niet, Veertje? Dat kan niet. Jawel. Dat zou wel heel toevallig zijn. Nou. En waarom zou dat dan niet kunnen? Omdat het heel toevallig is? Ja, ik heb al die man niet gesproken. Zo'n ei! Oh nee, die kennen jullie natuurlijk nog niet, want die komt pas na de pauze. Ik ben er al wel, hè? En ik heb alles gehoord. Hallo, ik ben Jules. Ik kom van Sint-Job, in het Goorn. Eigenlijk zou ik pas na de pauze opkomen, en dat was wel plezant geweest. Want dan had ik met een trein later kunnen komen. Ja, toen hebben ze deze entree erin gesneden. Ja, ja. Waar ze allemaal van die hele
lekkere Engelse dingen hebben. Heel veel soorten thee en zo. En zeg maar ja. Oké. Okay. Ja! En, leuk man! Dan zijn we met een half uurtje terug, goed? Ja? Ja. Weet je wat ze ook allemaal hebben? Van die hele lekkere Engelse scones, weet je wel? Ja. Kom, gaan we lekker trappen. Verticaal. Ontrouw. 8 letters. Begint met de O van Bo en eindigt met spel. Spel. Overspel. Overspel, ja! Ja. We doen er nog eens, Jules. Ze kunnen je helpen. Zeg eens kijken, hè. 27. Het is duigenraads gelopen oplossen. Jullie zijn nog helemaal niet, jongens. Ga af. Er is al weinig te doen na de pauze. Wij ons kapot erachter. Ja, dan zeggen ze ook nog, ga in de coulissen staan kijken naar de oudere acteurs. Want daar kun je wat van leren. Ja, maar jullie ook allemaal hetzelfde. Hey, laten we eerlijk zijn. Je bent natuurlijk geen Miri Krijkamp. Wie in godsnaam is Miri Krijkamp? Ah, nee, hij bedoelt Miri Dresselhuis of John Krijkamp. Jongens, we gaan hier toch niet over al de acteurs lopen babbelen, hè? Kom op, wegwezen nu! Nee, kom op! We gaan die kruiswoordraadsels lopen. Ja, maar dat staat in de stuk, hè? Dit toch ook, wat wij zeggen toch al? Ja, dat is zo. Dat van die oude acteurs staat ook in de tekst. Kijk.
Dat is zo. Dat van die oude acteur staat ook in de tekst. Ja, hallo, zo kan ik alles wel over recht lullen, hè? Kom op, jongens, weg jullie. Wij gaan even verder. Ja, oh, wat moeten we nu? Wat moeten we nu? Jij bent gewoon die nicht die hier woont en die gaat snel weer weggaat, ja? Ja, nee, dat kan niet, want zij denken dat ik die man ben die met die naturistische vrouw is, die bijna doodgaat. Ja. Nou, dan doe je er maar iets tussenin, maar, en dan gaat je zo snel op dat je wegkomt. Ja, en geen als een paard, maar een pony. En de man die gaat scheiden, een beetje gaat scheiden, een overbehoorde vrouw. Ja, dag, wat nou? Gaat iemand hier even helpen? André! André? Ah, André! André? Wie is André? Nou, André! Ik ken geen André. Ik denk dat het die oude vriend is. Dat oude ventje van die vriendin. André is een oude vriend, André is een man. Kom maar. Zet maar neer. Ik kan niet meer. Au, mijn rug. Wat een loodzwaar ding, zeg. Karel staat net op het punt om te vertrekken, hè? Hey. Hallo, jij bent zeker André. Ik ben Karel. Aangenaam. Oeps. Karel staat net op het punt om te vertrekken. Ja, ik zou net... Dus, oké. Sorry dat ik het even vraag, maar zou je misschien even kunnen helpen om dat kaptafelje in die slaapkamer te brengen? Het is nog maar een paar meter en die meisjes die breken hun rug daarop, hè? Nee. Zo, dat kan je toch niet vragen aan die man? Hij heeft zijn eigen verhuizing, zeg. Wacht op, vuilniszak. Wat? Nou ja, als je niet wilt, kom op meisjes. Nog een klein stukje. Nee, hij wil niet. Ah, hij wil niet. Kom maar. We hebben een kamer. A-P-P-A-F-E-L. We hebben een kaptafel. Jongens, wat zijn we nou allemaal aan het doen, hè? Dit lijkt toch helemaal nergens toe. Ja, oké. Okay. Hij moet wel naar de slaapkamer, hè? Die slaapkamer. Nog een keer! We hebben een K-A-B-T-A-F-E-L! We hebben een kaptafel! Ja hoor, we hebben een kaptafel! Wat is dit nou? Wauw! Wat is dit nou weer? Oh god, Veertje, geef hier! Karel, zij heeft dat wat op die statief van! Oh. Ja. Ik
denk zomaar dat ik het hier heel gezellig ga krijgen. Ik weet namelijk precies wanneer dat tascollege heeft. Echt? Ik hoop 6 keer in de week. Dan is alles nog wel goed gekomen, hè? Wat is hier allemaal aan de hand? Oh, dat tas wordt vreemd gegaan in deze.